Een busje en een personenauto zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde op de kruising van de Neerbosseweg met de Eipenbroekstraat in Nijmegen. Beide auto's zijn totaal los. Eén persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De personenauto wilde vanaf de Neerbosseweg de Eipenbroekweg inslaan en werd daarbij vol in de flank geraakt door het busje dat een Engels kenteken had. Als gevolg van het ongeval werden op de Eipenbroekweg enige tijd 3 rijstroken afgesloten. Het verkeer op de A73 heeft geen hinder ondervonden als gevolg van het ongeval.